Ik ben Astrid Wijnsma. Ik werk bij de provincie Groningen en ik ben functionaris gegevensbescherming. Ik heb ontzettend veel plezier gehad in het studeren. En een van de meest bijzondere ervaringen vond ik de studentenrechtbank, waarbij ik als advocaat mocht optreden. En dat was ook direct de toga-primeur. De eerste keer dat je zo'n toga aantrekt, dat was heel bijzonder. Dat vond ik erg leuk. Onlangs is een algemene verordening gegevensbescherming in werking getreden. Dat is een nieuwe Europese wetgeving. Dat betekent dat organisaties nieuwe verplichtingen hebben. Namelijk om aan te tonen dat zij voldoen aan de eisen van deze privacywetgeving. En een andere verplichting is dat zij een functionaris gegevensbescherming aanstellen. Dat geldt bijvoorbeeld voor overheidsorganisaties, maar ook voor organisaties die op grote schaal gevoelig persoonsgegevens verwerken, zoals bijvoorbeeld een ziekenhuis of een GGD. Ik ben de interne toezichthouder op de bescherming van de persoonsgegevens en ik ben ook het aanspreekpunt voor de nationale toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens. Naast het toezicht is het belangrijk om de organisatie te adviseren en te informeren en daarbij dus te ondersteunen bij het voldoen aan de privacywetgeving. Verder ben ik ook aanspreekpunt voor de medewerkers en voor alle betrokkenen van wie de persoonsgegevens worden verwerkt als er vragen over zijn. Bijvoorbeeld de burgers of de medewerkers zelf. Stel dat je een nieuw systeem in gebruik neemt als organisatie, dan is het van belang dat je nu vooraf bepaalt wat de risico's zijn voor het verwerken, bij het verwerken van deze persoonsgegevens. Je voert dan zogenaamd een privacy impact assessment uit, waarbij je de verwerking in kaart brengt en de bijbehorende risico's en de nodige maatregelen die je moet treffen om die risico's zoveel mogelijk weg te nemen. Voor het uitvoeren van deze functie is het belangrijk dat je hem goed kunt communiceren, omdat je met heel veel mensen praat en op allerlei niveaus. Je moet kunnen communiceren met de directie, met het bestuur over de verwerking van de persoonsgegevens en ook met betrokkenen, burgers. Als zij vragen hebben, dan moet je ze op een goede manier kunnen uitleggen wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Je moet ook een bruggenbouwer zijn. Privacy is niet altijd een favoriet onderwerp bij medewerkers. Als het gaat om hun processen, dan is het vaak ingewikkeld om die privacy mee te nemen. En dan moet je ze toch kunnen helpen, ondersteunen om hun processen zo in te richten dat ook gepaard gaat met een goede bescherming van de persoonsgegevens. Ik werk veel samen met de Chief Information Security Officer, de CISO. Hij is echt meer van de security, de beveiliging van alle systemen. En wat natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is bij de bescherming van de persoonsgegevens. Als jurist weet ik veel over privacywetgeving. De CISO weet meer van de technische kant van de beveiliging van de onder andere de persoonsgegevens en de bedrijfssystemen. Dus ik werk veel samen met de CISO en de ICT. Ik vind het een hele leuke en uitdagende baan. Het heeft er met name mee te maken dat het een nieuwe wetgeving is en ook een hele nieuwe functie is. Er is nog weinig jurisprudentie, dus er is nog weinig duidelijk over hoe deze wet zich in de toekomst gaat ontwikkelen. Als je kiest voor de opleiding rechtsgeleerdheid, dan kies je voor een hele brede opleiding waarbij je enorm veel mogelijkheden hebt om later een leuke baan te vinden.